Aanvoerder Damon Mirani, ja, de wedstrijd is definitief gestaakt. Hoe groot is de frustratie bij jullie? Ja, jammer. Ja, we hadden gewoon lekker door willen spelen. Maar het is niet anders. Als de grens het niet kan zien, ja, dan wordt het toch moeilijk. Ja, wel een raar moment, want in het begin leek de situatie veel erger. Ja, nou ja, ik had er in het veld sowieso geen last van. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen, gewoon lekker doorspelen. Maar ja, wat ik net al zei, als de grensrechter het niet ziet, dan wordt het moeilijk. Ja, maar daar komen ze dan vrij laat achter, toch? Na 28 minuten? Nou ja, hij zei wel al in het begin van als het zo blijft, dan gaan we hem aflasten. Of staken. En dan even kijken hoe het weer zich vordert. Alleen dat werd niet beter volgens hem. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, dan kan je prima zien. Dan is de frustratie nog groter, lijkt mij. Ja, nou ja, er zijn vaste procedures met een half uur dat ze moeten wachten. En als het dan niet beter is, ja, dan is het niet beter. En als het net daarna beter wordt, ja, dat is gewoon jammer. Ja, nou, nu waarschijnlijk inhalen op de zondag of de maandag. Dat kan ook nog wel bij, hè, in het drukke programma van de komende weken. Ja, nou ja, maakt op zich niet zoveel uit, toch? Als voetballer wil je veel spelen en veel wedstrijden is het lekkerste wat er is. En nou ja, dan moeten we gewoon ook knallen. Doei!